Na jaren van felle protesten en grote diersterfte wil de provincie het hier over een andere boeg gaan gooien. Het aantal grote grazers gaat drastisch naar beneden. Om dat te bereiken wordt een deel van de koningpaarden verhuisd. Maar dat kan niet bij de edelherten, zegt gedeputeerde Harold Hofstra. We hebben nog onderzoek laten doen, onder andere de Universiteit van Utrecht, professor Stout. Die heeft gekeken naar de mogelijkheden rondom anticonceptie. We hebben ook de Universiteit van Wageningen gevraagd of zij kunnen kijken welke mogelijkheden zijn tot uitplaatsing. Maar wat betekent tot de edelherten? En daar hebben we ook gezien, dat is ook het advies ook van de Raad van de Dierenaangelegenheden. Dat levert dermate veel stress op bij de dieren. De verplaatsing, maar ook het vervoer. En eventueel het uitzetten in gebieden waar ze uiteindelijk toch misschien ook weer afgeschoten worden. Dat de Raad van de Dierenaangelegenheden heeft gezegd, het is humaner, het is diervriendelijker om gewoon over te gaan tot afschot van het dier. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Tegenstanders van afschot hebben geprobeerd om de provincie op andere gedachten te brengen. Dat is niet gelukt. Een meerderheid van de fracties is het eens met het plan van gedeputeerde staten om de edelherten af te schieten. Omdat het via de politieke weg niet lukt, stappen tegenstanders nu naar de rechter in de hoop dat die een stokje voor het afschot steekt. De faunabescherming, Dierbaar Flevoland, de dierenbescherming, Stamina en de vogelbescherming hebben onafhankelijk van elkaar een zaak aangespannen. Maar hun inzet is gelijk. Ze willen alle voorkomen dat jagers de komende tijd het gebied ingaan om meer dan 1000 edelherten af te schieten. Na de zitting zal de rechtbank op korte termijn beslissen of de provincie hier wel of niet mee mag beginnen. Wat de rechter ook beslist, de discussie over de Oostvaardersplassen is sowieso nog niet ten einde. Want na de rechtszaak over de herten volgen er nog verschillende andere rechtszaken over het gebied. Minstens 5 belangengroepen hebben procedures aangespannen. Ze hebben allemaal hun eigen kijk op het gebied en allemaal hun eigen reden om naar de rechter te stappen. Maar ze hebben 1 ding gemeen. Ze zijn het geen van allen eens met de manier waarop de provincie het roer wil omgooien. En ze zullen alles op alles zetten om die plannen tegen te houden.